Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Dit is Jordi van iJordi. En welkom bij een nieuwe Riksavonturen. Maandag was er geen Riksavonturen, daarom vandaag een speciale Riksavonturen. Zaterdag is namelijk de gathering. En Jordi en ik gaan een wedstrijd doen wie voor 20 euro de coolste spullen kan halen om weg te geven. En dat ben ik natuurlijk. Let's go! Oké, jongens, we staan nu bij de fantastische Intertoys op de Damrak. En ik denk als we ergens heel veel games moeten halen of heel weinig geld, dan is het al hier. Dus we gaan lekker naar binnen en we gaan een hele hoop meuk kopen. Dus voor we naar de eerste verdieping gaan, want daar zijn waarschijnlijk de games. Dus cameraman is me lekker vol. Ik sta even te kijken voor Bellenblaas. Want Bellenblaas is natuurlijk wel de shit om weg te geven, wat op zich eigenlijk ook een game is. Een klassiekertje. Alleen ze hebben hier niet van die hele goedkope Bellenblaas. Geef ze gewoon naar boven. Er zitten andere mensen in de lift. Hey, Google, oh, hij ziet het. Ik ga in elkaar slaan als je boven bent. Nou. Hoe langzaam gaat dit ding? Kijk hoe langzaam die gaat. Dat is een stuk verdriet gewoon. Ik heb niet van een trap. En ja, natuurlijk, in Riksavonturen zijn wij op zoek naar de Game Mania. Gaan wij het tofste vinden in de Game Mania. Maar waar het is, dat weten we nog niet. We zijn nu op zoek en we gaan hem vinden. Hij was 5 meter verderop, niet moeilijk te vinden. Hij zit daar, we gaan naar binnen. En we gaan de tofste shit voor jullie regelen. Oh, er komt daar een kar. Oh, ik ben net niet aangereden. Nog net, je hebt het overleefd. We staan hier bij de deur, zoals jullie kunnen zien. We zien al direct wat toffe dingen liggen. We gaan kijken wat we voor jullie kunnen regelen. Natuurlijk, bij de deur staan ook posters. En deze poster is heel erg belangrijk, want deze gaat ons laten winnen. Spider-Man, Spider-Man, doet dingen die Spider-Man doet. Sowieso Stuart Little, deze game heb ik vroeger namelijk gekregen van Sinterklaas. Die zag ik gewoon van mezelf hoor, misschien, wie weet. Kom eens gezellig bij de bak staan, er zijn allemaal leuke dingen in. Cameraman. Mijn prinsessenhuwelijk, logisch. Van het bekende boek dat denk ik iedereen wel kent. Ja toch? Dit is echt, dat boek moet je gelezen hebben. En Bumper Blast. We kunnen eigenlijk ook gewoon, misschien gewoon de hele bak gewoon kopen. Ik zie wat jij niet ziet in de poppenkast. NCIS, based on the TV series. Firefox operatie op de knop. En nu gooi je maar gewoon willekeurig dingen erin. Zo. Ziet er goed uit. Voor 6 euro. Cool, het zijn best wel gruwelijke games. Want mensen willen dit niet hebben eigenlijk. Nee, mensen willen deze zooi niet hebben. Nee, weet ik. Dat begrijp ik ook wel. Waarschijnlijk heeft Rick echt een hele bak hiervan leeggekocht. Maar wat je kan doen is 3 DS-spelletjes. Heb je iets? DS-spellen. Ja. Dat is 10 euro, man. Maar als je er 2 voor 5. Ja, zoek dan. Ja, de Charlotte's Web met een varkentje. Nee. Of Puk van de Pukkenflat. Puk van de Tievensflat. Dan moeten we anders wegleggen. Dan moeten we ook zoiets kuts vinden. Oh, we gaan echt kutspellen, ja? Max in de Magic Market. Ik zeg doe Max. Puk van de Teringflat. Max de met zijn Tievens. Ja, oké, dat is 15. Dus dat is 10. Dit is 10. Dat is 10. Dat is 10. Ja, dat is 10. En dan gaan we daarna. Moeten we nog 10. Ja. Deze nemen we ook mee. Ja, misschien toch niet. We kunnen naar de DS-spelletjes doen, misschien is daar nog wat kut staan. Oh, we hebben de jackpot hoor. Ze hebben hier simulator games. Denk aan dingen zoals... Vincent's favoriet. Train Simulator. Die willen we wel. Heeft Vincent die niet ook? Voor mij heeft Vincent ja, tuurlijk. Vincent heeft alle simulator games. Als je een man met lang haar... En net als ik een geruite blouse zie bij deze bak en hij kreunt, het is Vincent waarschijnlijk, die simulator games doen. Ze hebben wel Frozen. Gewoon het complete budget uitgeven aan Frozen, dan geven we gewoon eenmalig Frozen weg. Ik zou deze gameplay filmen hoor, dit is exclusief voor Serpent gameplay, Mario Kart 8 Wii U gameplay. We hebben zo meteen een copyright strike van Nintendo. Kijk, er zit niet eens geluid op dit ding, dat vind ik knap. Gewoon geen geluid heb. Stef bitch. Oh, komt gewoon geluid uit dit ding. Ik vind de kwaliteit niet eens zo mooi. Niet eens. We komen net aan de Game Mania. We hebben 3 games voor jullie. DS-spellen. Natuurlijk, kut van de Petflat. Hebben we. Max en nog wat. Max is altijd heel erg belangrijke spellen. Hele goede naam. En hier hebben we Charlotte's Web.
Helemaal tof. Maar ik heb staan hier dus op de Kalverstraat en daar is niks. Wel een McDonald's, daar is niks. Wel een Kut Game Mania. We zijn een beetje de lul. We hebben 3DS-spellen voor jullie. Jullie weten precies welke het zijn, want we hebben die laten zien. Hier is het terug bij het kantoor, het Banjo Studio. En ja, dat is maar gewoon wachten op Rick en kijken hoe het daar is. En kijken of hij even benen steekt. Kikkeboe. Dit is echt een of andere console. Legit hoor, is legit. Waar ik nog nooit van heb gehoord. Maak er gameplays op. Is het echt een ding? Ja. Dit is Kikkeboe 26 euro. Ja. Wat? 3 levels. Maar je weet hoe dit ding werkt, dat wil niet aan. Mevrouw, waarom doen jullie filmen in de winkel? We gaan een giveaway houden. Dus we gaan heel veel spullen aan het kopen. Oké. Okay. Is dat een goed antwoord op je vraag? Nee, je mag eigenlijk niet filmen in de winkel, maar... We kopen al deze spullen, ik bedoel, anders wordt het een faillissement voor de Intertoys, dat wil je ook weer niet. Ja, heb je een goed punt. We zijn bijna klaar, toch? Normaal gesproken is het gewoon, nee, je loopt nu op, ik bel 20 beveiligers. Ja, maar we kopen allemaal dingen. Ja, heb ik ook weer. Koop die chips dan. Koop die chips dan. Kijk gewoon, dit boek is tof. Er zitten allemaal van die huidjes in. Het is gewoon, wat? Dieren zijn geslacht voor dit boek. Kijk, dan doe je zo en dan. Je zou voelen. Oeh, schaapje. Jongens, ik heb vanochtend een boek meegenomen in de lift. En de lift gaat nu al naar beneden met een snelheid van 5 cm per seconde. Dus denk ik het boek aan het liggen. Kijk je zo meteen in de lift. Waarom ligt dit boek hier? Boe! Boe, wat sick! Ah, boek in de lift. Zo! Oh, valt mee. Bam. Ik wil graag een tasje erbij alsjeblieft. Of mag ik een mandje stelen? Hou je me dan tegen? Als ik met oh, ze houdt me wel tegen als ik met een mandje wegloop. Dat is minder. Hey! Heb je veel spullen? Ja. We hadden 2 tasjes. Ja. En ze zeiden, meneer, wilt u niet filmen? En ze zeiden, nee. En toen gingen we gewoon verder. Hey, ik ben er wel een beetje bang geworden van waar we aankomen. Ik ga iets uitstallen hoor. Dit wordt een halve koning in de dagmarkt. Heb je het gepakt of niet? Nee. Oh, jammer. Dit is leuk. Ik heb tafeltennisbekjes en tafeltennisbal. Die kunnen we dan het publiek inschieten. Dat is over nagedacht. Hier is totaal niet over nagedacht, maar het was een euro. 6 rolletjes plakband. Dit zijn alle games die we hebben. Ja, dat is een zombie. Oh, domme. Ik kom wel aan met deze 3. Hier zijn de bedjes. Bubbles. Ook leuk natuurlijk, die kun je voor jou. Ja. Hier zijn publiek. Oh, ja, bubbles. En dan vangen mensen een bubbel, nemen hem mee naar huis, aandenken. Geef ze een naam. Dit was nog 50 cent bij de kassa. En ik heb ook nog... Ja, waar zijn de poprocks? Ik heb poprocks gehaald, dat best vrij. Nou, zonder dit die poprocks winnen wij. Ja, ik denk het wel. Hey, het lijkt me net alsof je dingen hier aan het verkopen bent, joh. Ben ik ook. Heb je interesse in mijn waren of niet? Heb je interesse in mijn waren? Moet je zien, ik heb dit. Ik heb even... Komt-ie. 1, 2. Charlie's Web. De perfecte DS game, dat is nummer 1, Ja, ik heb hier de volgende DS game, komt die. 1, 2. Jazza! Die is wel leuk. Die is wel leuk. Nee, dit is wel leuk. Oké. Okay. En we hebben. Ja! Fuck en de pettenflat. Dit wordt echt een kaskraker. Jongens, bedankt kijken voor deze aflevering. Laat even achter wie er gewonnen heeft. Jordi of ik. Ik heb hier er wel heel veel bloed, zweet en tranen ingestopt. Letterlijk. Als je deze spullen vindt en je opent ze... Zul je bloed, zweet en tranen aantreffen. In ieder geval bedankt kijken voor deze aflevering. Ik zie jullie morgen op de gathering met deze spullen. En dan zien we jullie maandag weer bij nieuwe Rijksavonturen. Vergeet deze spullen niet. Heel belangrijk. En deze spullen die niemand wil. Tot maandag. Doei!